Een hele goede dag. Om een nog beter beeld te krijgen bij de opleiding logopedie, ga ik vandaag een student het hemd van het lijf vragen. Ik moet wel goed articuleren hoor. Let's go. Degene die mij veel meer gaat vertellen over de opleiding logopedie is de student Fleur. Fleur, hi. Vertel eens, wat houdt de opleiding logopedie nou precies in? Nou, mensen denken heel vaak dat logopedie alleen spraakles is. Maar het is juist veel meer dan dat. Je leert hoe spraak, taal, slikstem en gehoor normaal gesproken werken. Wat mogelijke stoornissen zijn en hoe je dit kunt diagnosticeren. Daarna ga je leren hoe je dit kunt behandelen. Zo, en hoe zorg je dan toch dat je jouw eigen weg leert kennen? Die eerste 2 jaar zijn vrij breed, maar dat wordt juist als positief ervaren. Want daarna kun je gaan specialiseren door bijvoorbeeld je minor, je afstudeerproject en je stages op verschillende settings te kiezen. En dat maakt het juist heel leuk, want dan kan je gaan kijken wat je leuk vindt. Lekker dit! Goed? Ja. Hey, en hoe kom je er nou achter wat je dan echt wilt? Nou, je hebt sowieso elk jaar een stage. Eerste jaar is een snuffelstage en langzamerhand wordt dat steeds iets meer. En in het laatste jaar loop je een half jaar fulltime stage. Daarnaast heb je werklessen, vaardigheidslessen. En die bereiden je een beetje voor. En soms komt er iemand naar school om te vertellen wat hij heeft ervaren. En zo kun je steeds meer erachter komen wat jij nou leuk vindt. En waar kan je zoal terechtkomen na je opleiding als logopedist? Nou, je kunt terechtkomen op een revalidatiecentrum, een ziekenhuis, een praktijk, een verpleeghuis. Het werkveld is heel breed. En kan je ook iets vertellen over de diverse doelgroepen waar je mee te maken krijgt? Dat kunnen verstandelijk gehandicapten zijn, mensen met hersenletsel, kinderen die bijvoorbeeld problemen hebben met eten en drinken. En tegenwoordig heb je heel veel ouderen die behoefte hebben aan begeleiding bij hun ouderdomskwalen. Hey, en hoe is de sfeer nou eigenlijk tijdens de opleiding? Ja, goed, leuk. Iedereen kent elkaar, want het is een vrij kleine opleiding. En daardoor ben je eigenlijk geen nummertje. Nou, klinkt echt super. Dankjewel dat ik jou wat vragen mocht stellen. En denk jij nou, dit is echt iets voor mij? Kom dan eens naar de open dag. Of schrijf je meteen in voor een proefstudeerdag hier in Eindhoven.